Als je een Philips Airfryer XXL wil aanschaffen, dan kun je kiezen uit deze drie modellen. En Martin Senders gaat wat meer vertellen over de verschillen tussen deze Philips Airfryer XXL's. Ja, het zijn natuurlijk alle drie XXL modellen, dus ze zijn hetzelfde in capaciteit. 1,4 kilo friet zou je erin kunnen bereiden. Nou, ze hebben alle drie hebben ze 2250 watt. Dat is op dit moment de krachtigste airfryer op de markt. Maar ja, als je de airfryers eigenlijk gaat openmaken, ze hebben natuurlijk een aparte prijs, ga je eigenlijk wel een aantal dingen verschillen zien. Je ziet eigenlijk sowieso, als je gaat kijken naar de normale XXL, die heeft een soort anti-aanbaklaag eraan zitten. En als je kijkt naar de Smart Sensing, die glimt veel beter. Die coating is ook veel harder. Dus wat je ook krijgt, dat hier minder vet aan blijft hangen. Dus het is ook gewoon een hardere coating. Maar ja, het is ook natuurlijk een duurdere airfryer. Nou, bij de normale XXL is alles manueel. Dus je hebt eigenlijk gewoon, als je hem aanzet, heb jij een aantal programma's. Maar die programma's die staan alleen ingeklokt op de juiste temperatuur. Jij moet daarbij nog wel gewoon jouw tijd gaan bepalen. Die Smart Sensing XXL, dat is de enige airfryer op de markt, die heeft in die airfryer een sensor. En die sensor is eigenlijk gekoppeld aan een aantal programma's. Ik ga dat hier even laten zien op de witte. Een diepvriesfriet programma, een verse friet programma, een visprogramma, een kipprogramma en een hele kipprogramma. Nou, als jij bijvoorbeeld daar diepvriesfriet in gooit en jij gaat dat bakken, dan druk jij op het diepvriesfrietprogramma, dan weet die airfryer welke tijd en welke temperatuur die moet bakken. Dat is uniek. Dus eigenlijk als consument hoef je helemaal niet meer na te denken, oh, dat moet er zo lang in, of hoe lang moet er dit nou erin? Dat doet hij met diepvriesfriet. De snacks mag je van mij er gewoon zelfs bijleggen. Hij doet dat met verse friet. En bij verse friet kan je dat ook gewoon met groentefriet doen. Kan je dat gewoon ook bereiden. Met vis kan dat met zalm, met witte vis. Je kan daar een hele vis op leggen. Mijn advies is altijd wel die vis op de grillpan te bereiden. Nou, dan heb jij drumsticks. Nou, of je er nou 4 drumsticks in legt of je legt er 20 in. Want dat gaat in deze airfryer. 2250 watt. 20 drumsticks leg je er gewoon in. En die bakt die gewoon in de benodigde tijd. Nou, die hele kip, dat is een apart programma. Bij de hele kip moet je altijd nog eventjes aangeven hoe zwaar die kip is. Dus is die 1 kilo, 1,1, 1,2 tot 1,8 kilo. En dan druk je hem eigenlijk op start en dan begint hij die kip als het ware te bereiden. En doet hij allemaal uit zichzelf dan? Dat doet hij eigenlijk helemaal vanuit zichzelf. Ja, daar hoef je dus niet meer naar om te kijken. Wat je ook wel eens krijgt is als die airfryer meet, want hij meet in een baktijd meerdere keren. Dus het kan best zijn dat hij na een paar minuten, trekt hij er een paar minuten af. Maar het kan ook zijn dat hij een paar minuten bijtelt. Want hij is continu eigenlijk aan het meten. Sommige mensen vinden dat raar, wat is hij nou aan het doen? Maar hij is eigenlijk voor jou aan het bakken. Nou, dan heeft de witte Smart Sensing, die is nieuw. Die komt in maart op de markt. Die heeft bij de airfryer een nieuw bakaccessoire. Wat veel groter is als het bakaccessoire wat we al hebben. En dit bakaccessoire is eigenlijk ideaal om bijvoorbeeld treebeekmaaltijden te maken. Om mosselen te gaan bereiden. Nasi in je airfryer. Je zou daar met vloeistoffen kunnen werken. Je zou daar bijvoorbeeld quinoa salade mee kunnen maken. Groenten in een mix roerbakschotels zou je kunnen maken. Nou, diverse mogelijkheden. En dat staat echt voor versaliteit, gewoon meer kunnen maken met je airfryers alleen friet. Als je wil kiezen uit een Philips Airfryer XXL, kun je dus kiezen uit de standaard XXL zonder Smart Sensing. Ja, met een anti-aanbaklaag. Dus met dan heb je eigenlijk een andere laag in de airfryer. Nou, als je de Smart Sensing pakt, heb jij dus automatische bakprogramma's en je hebt een wat hardere coating van de binnenkant. Nou, en als je naar de Smart Sensing in het wit gaat, heb jij ook weer die betere coating. En je hebt er nog zelfs een extra bakaccessoire bij. En daarom is de witte ook ietsje duurder als de zwarte. Helemaal duidelijk. Oké, en verder zijn de accessoires die je voor Philips kan kopen, die passen eigenlijk allemaal in de XXL modellen. Ja, inderdaad. Eigenlijk alle XXL accessoires kunnen in al deze drie airfryers gewoon gebruikt worden. Dus zowel eigenlijk het meerlaags rekje. Nou, dan hebben we eigenlijk de grillpan, dat is de HD9951. Dan hebben we gewone bakaccessoire voor broden en cake, dat is de 52. Dan hebben we de 53, is het pizza accessoire. En de 54, dat is eigenlijk het snackkoffer accessoire, wat perfect is voor te drogen. Oké, Martin, dankjewel voor je uitleg. Als je vragen hebt over deze airfryers, laat dan weten
hieronder in de reacties en ik bedank je voor het kijken.